De ongeregeldheden begonnen toen twee personen de toegang werd geweigerd. Zij kwamen hierna met 20 anderen terug die zich mogelijk met geweld toegang verschaften. Toen de politie arriveerde, vluchtten de meesten het pand uit. 6 van hen werden direct opgepakt. Een 7e is aangehouden in het clubhuis van Satudara. 1 verdachte had een slagwapen bij zich. Ze worden verdacht van een lokaal vredebreuk en openlijke geweldpleging. De verdachten zijn het komende jaar niet meer welkom in de Enschedese horeca.